Goedemorgen Delft. Welkom bij de Tafel van Delft. Ik ga vandaag in gesprek met Dick Stammes. En ja, u zult hem wel ooit eens in de stad hebben zien lopen. Maar wat hij allemaal is, ik heb zijn website er even op nageslagen. Het is bizar wat hij vindt dan. Barkeeper, coach, vertrouwenspersoon, docent Frans, meditatieleraar, yogaleraar, afdelingsleider, badmeester, UEFA perstolk, parachutespringer, voetballer, reisleider, ceremoniemeester, wildwaterkajakker, krantenbezorger. Nou, eigenlijk wil ik het liefst over het laatste hebben. Toch? Ja, oké. Okay. Dat is eigenlijk wel... Ik vind het prima. Nou, goedemorgen, Dick. Ja, goedemorgen, Tijn. Ja, hey. Je bent eigenlijk ook een soort ondernemer in menselijkheid. Dat is mooi gezegd, hè? Ja. Oké, okay, ondernemer in menselijkheid. Die ga ik onthouden. Ja, doe dat. Dat vind ik mooi. Want ja, eigenlijk doe jij alles wat te maken heeft met wat mensen bezielt, wat er in de mens omgaat. Oké. Okay. Interessant dat je, nou zeg je één zo'n zin, dan ga ik weer heel anders tegen mezelf aankijken. Dat was ook de bedoeling. Ja, nee, bedankt alvast. Ja, oké. Okay. Wat zei je, ondernemer in menselijkheid? Ja. Ja, oké, okay, leuk, leuk. Ik vind het een compliment. Maar het klopt ook wel. Ik ben altijd wel met mensen bezig. En ik denk dat ik nooit anders gedaan heb. Er komt nu een beeld in mijn hoofd van de lagere school. Ik was altijd aan het praten, ook met die jongens, onder het voetballen. Ik was aanvoerder van het voetbalteam, ik was ook heel veel aan het praten. En het luisteren, hoop ik. Maar dat was al heel vroeg begonnen, kennelijk. Een soort vaste karaktertrek of zo. Of interessegebied. Ja. Wel geïnteresseerd in mensen, natuurlijk. Ja. En waar was dat? Nieuwe Niedorp. Dat ken je, hè? Ja, natuurlijk. Ja, 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 vlak naast Winkel en de Moerbeek. Zijdewind. Ja. Bekende metropole. Nee, Nieuwe Niedorp ligt in Noord-Holland. Maar dat stuk heet West-Friesland. Ja. Dat ligt, ik liep in Schagen op de middelbare school. Dus het ligt tussen Alkmaar en Schagen. Ja, ik fietste 12 kilometer naar Schagen naar school. 13 kilometer terug, want de terugweg is altijd langer natuurlijk. Ja. Dus Nieuwe Niedorp was een dorpje toen van 2000 inwoners. En daar ben ik opgegroeid in een gemeenschap waar ik iedereen kende. Ja. Ja. Dus achteraf gezien denk je, wat een veiligheid, wat een vertrouwdheid. Dat je, ook als je buiten het dorp fietst of liep, was hoi Dick en hoi die en die. Je kende echt iedereen. Ja. Ja. Hier in Delft ook. Nou, dat is het leuke. Ik woon hier nu 20 jaar. En Delft is een stad. Maar ja, ik loop hier natuurlijk heel vaak door het centrum. En ik zit vaak ook weer met mensen te praten. Of even in het café koffie te drinken. En het geeft me een heel veilig dorpsgevoel, Delft. Dus er komt op de een of andere manier, via een lange cirkelbeweging van heel veel reizen in het buitenland wonen en alles, in Delft gekomen. Dat ik eigenlijk vanaf de eerste tel dacht, ja, maar dit wordt mijn thuis. En dat is voor mij als... Want ik ben wel qua karakter, een, weet je, die menselijkheid, maar ook een avonturier. Ik ben mijn hele leven vanaf mijn 18e daar naartoe, of dat beroep, of die studie, of in Frankrijk wonen, of naar Zuid-Amerika, of naar Azië. Altijd, ik was altijd onderweg. Ik had nooit het idee van, ik ga ergens thuis zitten wonen of zoiets. En toen kwam ik in Delft en al snel, en nu helemaal, denk ik, ja, ik wil hier nog wel ouder worden dan ik nu ben. Dus ik denk dat ik gewoon de rest van mijn leven in Delft blijf. En dat is aan de ene kant natuurlijk heel normaal. Maar dat is voor mij wel een revolutie in mijn leven. Ja. Ja, want hoe oud ben je nu? 63. Oh ja. Wat was de reden dat je in Delft kwam? Ik was dakloos. Ja. Vrijwillig. Ik werkte in het onderwijs in Rijswijk. Ik ben leraar Frans. En ik was teamleider, zorgcoördinator, mentor. Dus al die dingen deed ik in één pakketje bij elkaar. Maar oorspronkelijk ben ik leraar Frans, dus dat gaf ik toen ook nog. En dat was dan eind jaren 90. En ja, ik had veel gereisd natuurlijk, al vanaf mijn 18e, Israël en Azië, Midden-Oosten, Zuid-Amerika, Afrika en alles. Vaak 1 of 2 jaar op pad. En toen was ik 10 jaar in het onderwijs en ik woonde in Rijswijk. Ik had een huurhuis, ik had een vaste baan en dat deed ik al 10 jaar. En enfin, die kende daar ook iedereen en zo. Dus ik denk, nou ben ik toch wel behoorlijk normaal aan het worden, hè. Dat is, vond ik goed bezig. Ja. En toen komt er een drang kwam er in me op van ik moet weg. En toen zei mijn hoofd eerst van ja, dat kan je niet maken, jongen. Weg, je bent net gesetteld en alles gaat goed. Je verdient goed geld en je geeft les. Wat wil je nou nog meer? Maar ik kon het niet tegenhouden. Dus toen ben ik 2 jaar op pad gegaan. Dus, en toen heb ik alles en mijn baan opgezet, ook mijn huis. Ik had ook geen spullen meer, alleen een rugzak. En een paspoort en geld hier in een tasje om mijn borst. En toen ben ik 2 jaar op pad gegaan. In Frankrijk werkte ik toen. Ik was een soort bedrijfsleider op een camping. Grote 4-sterren camping in de Ardèche. En dan ging ik naar Zuid-Amerika.
En ik werd reisleider in Tibet en Nepal en ik ging backpacken en ik werkte in Amsterdam bij OBBO en ik heb in Frankrijk op de camping gewerkt en alles en na 2 jaar om zwerven. Ik had dus niks, maar dat ging van het een het ander. En ik begon in een boeddhistisch meditatiecentrum van zenmeester Thich Nhat Hanh. En ik denk, nou, moet ik zenmonnik worden, dan doe ik dat. Want ik had eigenlijk alles opgegeven. Ik denk, nou, leven, vertel maar wat ik doe, want ik weet het gewoon niet meer. Dus nou, daar heb ik 3 maanden ja, zenmeditatie onderricht gehad, een lezing over en boeddhisme. Waar was dat? Dat is Plum Village, dat ligt in de Dordogne, vlakbij Bordeaux in de buurt. Oh, ja. In Zuid-Frankrijk. Ja. En na 3 maanden dacht ik, nou, ik ga toch weer de wereld in. Toen ben ik naar een camping in de Ardèche gegaan, heb ik 8 maanden gewerkt. En toen ging het van hot naar her. Ik ging fruit plukken. Ik ging in Amsterdam werken, wat ik zei, ik werd reisleider. En, nou, en via een omweg, en toen weer in Frankrijk werkte. En uiteindelijk via een omweg kwam ik weer op dezelfde school in Rijswijk, toen als teamleider te werken. Maar toen had ik geen huis. Dus bij vrienden van me in Amsterdam en toen in Den Haag via vriendin van me. En toen kwam er een collega biologie van me, Hester Trouw, die kwam met een briefje in de docentenkamer zetten. Een vriend van me die verkoopt zijn huis in Delft. Ga maar eens kijken. En toen ben ik gaan kijken en toen heb ik het de volgende dag meteen gekocht. En dat was het huis op de Vlauw waar ik 13 jaar gewoond heb. Dus toen was Heb je echt gekocht? Ja, dat heb ik toch gekocht. Dat was een stap dan. Ja, enorm. Maar ja, ik had weer een vaste baan, dus ik kon het betalen. Toen kon ik het nog betalen. Vond je niet eng dan, zo vast? Ja, nee. Nou, nee, dat viel wel. Nee, want ik was wel gewend aan een vaste baan en een vast huis. Maar het kopen was wel, dat was wel een stap, want het was ook een dure woning. Ja. Dus dat was wel een ding. Maar omdat ik een vast inkomen had, was het ook weer niet zo'n punt. Ja. Ja. Dus zo ben ik in Delft gekomen. Eigenlijk vanuit een vrijwillig gekozen dakloze situatie, zou ik kunnen zeggen. En toen vond je Delft leuk? Ja, ik was bijna meteen wel verliefd, denk ik. En dat is door het stadsgidsen, want dat doe ik nou sinds een jaar of 4, denk ik, 3, 4. Is dat enorm gegroeid. Wat ik ontdekt heb, ook zo'n ontdekking van, nu ik veel meer van Delft weet en van de gebouwen en de geschiedenis en zo, ben ik nog meer van Delft gaan houden. Omdat het is net alsof Delft mij omarmt. Maar dat komt ook gewoon door rationele kennis. Wordt het nog vertrouwder eigenlijk. Je loopt naar ieder gebouw, weet je wel wat erachter is, of wat de geschiedenis is. Dus dat maakt het zo alsof alles heel dichtbij is. En krijg je ook steeds meer informatie over de stad? Ja, nou ja. Je leert steeds meer over wat er is? Ja, zeker, zeker. En dat stopt ook niet meer, want geschiedenis is ook met alles verbonden. En wat ik interessant vind is, Delft heeft natuurlijk zo via Willem van Oranje en Vermeer en Hugo de Groot en Antonie van Leeuwenhoek ook zo'n enorme rol gespeeld op nationaal niveau, maar ook op Europees niveau. En ik schrijf ook boeken en ik heb wel als idee in mijn hoofd dat ik nog eens een boek wil schrijven over de geschiedenis van Delft in relatie tot Nederland en Europa. Wat voor een enorme rol dat gespeeld heeft. Dat wil ik nog wel eens helemaal uitdiepen. Daar zou ik nog wel meer van willen weten. Ja. En wat vind jij nou het bijzondere, ja, of het meest bijzondere gedeelte van wat je te vertellen hebt tijdens zo'n zo'n rondleiding door de stad als gids? Ja, nou, ik vind het bijzonder dat, kijk, in die 80-jarige oorlog is geweest, 1568, 1648, om maar eens een getal te noemen. En toen ik zeg altijd, dat is een deel van mijn rondleiding, dan sta ik bij het Prinshof op het Sintergatenplein met dat standbeeld van Willem van Oranje. En dan vertel ik over de eerste Vrije Statenvergadering die is in Dordrecht gehouden, van 19 tot 23 juli 1572. Een heel verhaal, maar je zou kunnen zeggen, toen is Nederland gesticht. En bij dat moment blijf ik altijd bij dat standbeeld lang stilstaan. Dat mensen beseffen van wat we nu hebben als vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof, vrijheid van individualiteit. Dat we een vrij en onafhankelijk land zijn. Dat is toen begonnen en daar hebben we 80 jaar voor gevochten. En al die mensen die dat besloten hebben, die zijn allemaal vermoord. Hè, inclusief Willem van Oranje. Wij zijn de eerste democratie ter wereld die die principes die ik net vertelde echt officieel op papier gezet hebben. En je kan die principes lezen in een museum in Dordrecht, de Hof van Nederland. Dat was het oude Augustijnenklooster. Daar kan je ook een film zien en dan gaat aan het eind dat filmdoek omhoog. En dan zie je die plek met die tafels en stoelen waar die eerste Vrije Statenvergadering heeft plaatsgevonden. En dat ik daar geweest ben een aantal jaren terug, toen schoot ik helemaal vol. Dat emotioneerde me zo. En dat heeft eigenlijk die emotie. Het was alsof ik aanwezig was daar. Dat klinkt misschien raar, maar ik voelde me daar zo mee verbonden. Sindsdien ben ik dat veel meer gaan bestuderen. En toen zag ik ook wat voor een enorme rol Delft hierin gespeeld heeft. Waarom schoot je vol dan?
het begin van ons land zoals we het nu kennen, wat wij heel normaal vinden. Ik kan nu alles aan kritiek hier spuien over iedereen, ook over, naar Mark Rutte en de koning. Dat kunnen we allemaal doen, dat hoeven we niet te doen, maar dat kan. Dat komt door die mensen. Toen werden we bezet door de Spanjaarden. Wij, die mensen hebben gezorgd dat we een vrij en onafhankelijk land zijn, waar we alles kunnen zeggen wat we willen zeggen. Tegenwoordig schiet dat weer enorm door, maar het mag wel. We mogen ook geloven wat we willen, we mogen ook ongelovig zijn. Dat hebben die mensen voor ons gedaan. En anders hadden we misschien nog onder dictatuur geleefd. Dus, als we het nou toch hebben over alles zeggen. Ja. We gaan er even uit voor de reclame. Dat is een puinplan. We zien u zo weer terug. Dit is de Beestenmarkt. Zo'n ongelooflijk leuk horecaplein. Het hele plein is allemaal horeca, 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 horeca. De leukste zaak is dat hele oude cafeetje wat daar zit, daar gaan we nu heen. Ja. Hallo! Goedemiddag meneer! Wat een gezellig cafeetje is dat het hier. Het is hier altijd gezellig. Ik heb trekken naar een lekker glaasje. Nou, een lekker glaasje meneer. Oh heerlijk. Uit links draaiend. Oh ja. Zoals verzocht. Zo. Kijk eens jongen. Proost. Nou, proost jongen. Op de gezondheid. Heerlijk. Neem we ook eens op. Oeh, kwaliteitje! De grove korrel vind ik altijd erg lekker. Heerlijk. Oh, kijk nou toch. Allemaal verse producten. Zo geweldig. En het wordt hier allemaal klaargemaakt waar je bij staat. Superzaak. Nou, eens even kijken wat voor heerlijks allemaal hebben. Wat zal ik kiezen? Ja, ik geloof deze toch wel. Obar, ik ben zover. Oké, wilt u het voorgerecht nemen? Ja, graag. Dit genieten mijn mannen van Verbeek. Oké, we zijn weer terug en we gaan verder met het gesprek met Dick Stommers. Dick, ik heb jou voor het eerst ontmoet. Toen kwam jij langs. Ik had samen met twee andere mannen had ik restaurant Lef op Doelenplein. Ja. En toen zei jij, ik wil gesprekken houden hier aan een terrastafel. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ik toevallig zag het krantenartikeltje nog even terug. Oh ja, ja. Klopt. Wanneer die staat dat? Op de website. Dat, Jezus. Ergens dat in de, nou ja, 2000, begin 2000. Ja, 2003, 2005 zo'n beetje. Ja, klopt. Een goed gesprek op een zonnig terras. Op een zonnig terras. Ik had zo'n bordje. Ja. Goed gesprek. En dan, ja. Waarom wilde je dat? Nou ja, eigenlijk de eerste zin van jou was zo raak. Van gewoon zitten. En als mensen een gesprek met me willen hebben, dan kom maar. Dus ik heb daar de meest wonderlijke gesprekken gehad. Mensen kwamen gewoon aan tafel en dan konden ze wel een soort iets aan mij geven. Bijvoorbeeld een fles wijn of een kop koffie of een maaltijd. Of sommigen gaven een tientje. Maar ik had, weet je, in de zomer deed ik dat. Ik was heel geïnteresseerd in alles wat hier in Delft was. Dan zei ik, ja, god, wat voor verhaal hebben. Eigenlijk misschien een beetje wat jij nu doet in een wat officiëlere vorm met een camera erbij. Van, god, wat leeft hier allemaal? Ja. Ik kan me nu schieten met de binnen, was er een man en die wou een gesprek hebben over. Want hij maakte zich zorgen over het verdwijnen van het vliegeren in Indonesië. Daar wou hij toch eens duidelijke standpunten over in. Ja, dat is heel goed. Ja, dus daar hebben we. Maar weet je wel, normaal spreek je zo'n man nooit. Nee. En dat wordt toch een leuk gesprek. We hebben dat niet opgenomen, maar zo heb ik tientallen mensen toen gesproken, ja. Hoe is het met dat vliegen afgelopen? Ja, ik heb hem daarna ook nooit meer gezien. Dus ik weet niet of het een goed gesprek was. Maar ik heb mijn best gedaan. Een geweldig onderwerp, ja. Ja, dat verwacht je toch niet? Nee, maar dat is het onverwacht is natuurlijk erg leuk. Dat is het leuke, ja. En andere, alles kom je tegen natuurlijk. Maar je houdt meer van dat soort sessies, las ik. Of ik weet niet of je dat nog doet, maar dat mensen bij jou gewoon langs konden komen en dan deed je een soort meditatieachtige. Ja, dat hebben we ook gedaan. Toestanden. Stilte-dialogen. Oh ja, stilte-dialogen. Dat was het De Flauw, ja. Ja. Dus mensen konden gewoon binnenkomen. Konden ook halverwege binnenkomen, s'avonds om 8 uur, ik noem maar wat. En dan gaan we in stilte zitten. En ik had wel wat technieken, dat je zegt, god, je kan je adem volgen of weet ik wat je kan doen. En was het stil. En als iemand na een tijdje wat te bedden wilde brengen, dan konden we erover praten. Maar omdat het ingebend was in die stilte, zei iemand soms maar eens een zin. Of soms begon iemand te huilen, of anders bracht iets ter sprake. Maar het was niet een discussie of zoiets in de gebruikelijke zin van het woord. Het ging erom dat je de stilte aan het woord liet. En de stilte is eigenlijk een heel helend iets, zou je kunnen zeggen.
Als iemand iets zei, dat je met een aantal mensen in volle aandacht daarnaar luistert, zonder dat je een reactie geeft. Dat geeft een heel speciaal effect. Want normaal wil je een reactie. En god, wat vind jij ervan? Of ik heb ook nog een mening. Of ik geef je een advies. Ook niet verkeerd of zo. Maar dat was een hele... En op een gegeven moment was het ook zo. Vooral mensen die wat vaker kwamen. Dan valt eigenlijk de noodzaak om nog iets te zeggen weg. Ja. Dat vond ik heel bijzonder om te merken hoe stilte zijn werk doet. Maar dat kunnen we hier eigenlijk niet doen. Wij moeten verder met het gesprek. Dames en heren, we gaan verder. We moeten gewoon praten. Kijkt er niemand meer. Nee, dat is waar. Kom op, we moeten het interessant houden. Heb je ook opleidingen gedaan dan? Ja, ik heb ook nog op school gezeten, ja. Ja, ja, ik heb verschillende opleidingen gedaan. Nou ja, ik heb in Breda, dat is nu de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer. Dat is dan voor het toerisme, zeg maar. Dat heette toen het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Recreatie. Maar er was niks wetenschappelijks aan het doen. Maar heb je dus echt een toeristopleiding? Ja, was ik 19. Toen kwam ik uit Israël terug. Heb ik 3 jaar gewoond. En toen werd ik biljartkampioen van Breda. Dus ik besteed eigenlijk meer tijd aan het biljarten dan aan de studie. Daarna heb ik Frans gestudeerd. Dus ik heb aan de Universiteit van Leiden Frans en filosofie gestudeerd als bijvak. En als module Spaans heb ik dan gedaan. Maar vooral Frans natuurlijk. Als Franse taal en letterkunde, als ik het officieel zeg. En toen ben ik... Dat heb je ook gehaald, ik ben doctoraal, doctorander, zeg maar. Dames en heren, ik ben doctorander. Bonjour. Bonjour, ja. En toen ben ik... Ça va. Kijk. Ja, voilà, het kan ook een woordje Frans. Heel goed, ja. En heb je daar ook een huis of niet? Of? Ja, niet meer. Ja, oh, dat had je. Ja, oké, ja. Passé. Passé, heel goed, oké. Maar je spreekt er dus nog wel een beetje. Wie? Ja, waar zat je? In de buurt van Macon. Oh ja, oké. Okay. Ja. Ja. Lekkere wijn toch? Macon Villa. Hier heb je ook wijn. Dus je hoeft daar niet heen, dat is waar. Nou, dat was mijn studie Frans dan. En toen werd ik een leraar Frans in Rijswijk. En toen ben ik studies gaan doen. Ik was al in Amsterdam, heb ik lang gewoond, was ik al bezig met zenmeditatie. Toen heb ik een opleiding gevolgd tot gestalt psychotherapeut, heet dat officieel. Gestalt psychologie en psychotherapie. En ik heb een opleiding tot yogadocent gedaan. Ik zat 3 maanden bij Thich Nhat Hanh, zenmeditatie en mindfulness, dat helemaal in het leven verweven was. Ik was zelf jaren in psychoanalyse geweest bij een therapeut in Bloemendaal. Dus op een gegeven moment heb je zo'n heel pakket aan kennis en ervaring. En toen ben ik daar ook mijn praktijk in begonnen, zeg maar. Wat ik dan coaching noem, maar het is... hoe noem ik dat? Je komt iemand voor je en iedereen heeft zijn eigen problematiek. Kan ook een relatieproblematiek zijn of werkproblematiek. En dan voor dat rugzakje met alle kennis en vaardigheden en ervaring die ik heb, dat probeer je dan op iemand contact mee te maken. Iedereen heeft iets anders nodig. De een heeft ademhalingstechnieken, de ander nodig. De ander heeft een analyse nodig van de problematiek. Of een mix van dat alles. Dus je kijkt naar de cliënt wat hij nodig heeft. En daar probeer je zo goed mogelijk contact over te maken. Over relatietherapie gesproken. Ik heb jou nog geen seconde horen praten over iets van een relatie. Nee. Bestaat dat bij jou? Of? Nee, ja, dat heeft korte tijd wel bestaan. Dat wel. Maar mijn langste relatie ben ik wel trots op, dames en heren. 11 maanden. Zo. Ja. Mijn ex-vriendin zegt dan, jij was mijn kortste relatie en ik was jouw langste relatie. die behoefte, dat verlangen heb ik ook niet om een vast iets, vast iemand van, nou wonen we samen of nou zijn we, of het verlangen naar kinderen kennen, heb ik ook niet zo eigenlijk. Maar je hebt wel een behoefte aan relatie, of niet? Niet vast in ieder geval. Nee, maar jij leeft nu alleen, veronderstel ik. En dan heb je niet af en toe die gedachten van... Goh, ik zou toch wel een leuke vriendin af en toe willen hebben of zo. Of ben je daar helemaal niet mee bezig? Ik ben er eigenlijk niet mee bezig. Nee, ik vind het wel leuk om met vrouwen om te gaan of dingen te doen. Maar niet om dan dat permanent voor te zetten. Ja. Dat ken ik denk ik eigenlijk niet. Ook toen ik die relatie zat van... Wil ik dit nou echt? Na een tijdje ben ik het eigenlijk wel zat. Ja. Had je dat vroeger ook op de middelbare school? Dan ging het er altijd over meisjes en dat soort dingen. Ja, ben je uit geweest? En met wie? Zeker. Die dingen deed ik heb wel. Heb je al gezoend en zo? Ja, heb ik ook gedaan. Ja. Je hebt gezoend? Ja, ik heb gezoend. Oh, okay, dat is kan goed. Me nog herinneren, ja. Ja. Maar om dan bij iemand te blijven, dat heeft me nooit zo getrokken. Dus dat heb ik wel geprobeerd. Maar vond je dat eng of hoefde het gewoon niet? Nou, ik weet niet. Zoals ik het ervaar, is na een tijdje wil ik gewoon weer mijn eigen gang gaan. Ja.
En dan is er ook niet te verlangen, oh, dit wil ik... Je vond geen partner die zei van, ik ga met je mee. Nee, dat zou je ook nog kunnen zeggen. Ja. Dus als een partner dat, als een vriendin zegt van, nou goed, ga je gang en we zien elkaar af en toe. Misschien zou dat de ideale. Maar dan nog zit er niet iets van, oh, dat zou ik graag willen of zoiets, weet je. Daar ben je eigenlijk niet mee bezig. Niet als verlangen van, oh, dat wil ik nog graag meemaken. Maar nogmaals, ik sluit ook weer niks uit, weet je. Nee, dus, nee, nee. Maar het zit niet zo in mijn hoofd. En wat voor gezin kom jij vandaan? Vader, moeder, twee jongere zusjes en een oudere broer. Ja, ja. En mijn broer, het is 8 januari. Nico, gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Okay. Ja, mijn broer wordt vandaag 65. Oh, mooi. Ja. En jij bent 62? 63. 63, ja. En gewoon gezin, wat ja, mijn ouders? Vader was fietsenmaker. Oh, wat leuk. Ja, die had een fietsenzaak. Ja. Dus, jullie in dat enorme grote dorp? Ja, zeker. Daar werden genoeg fietsen verkocht. Dus goede inkomsten natuurlijk. Ja, mijn moeder was gewoon huisvrouw en moeder. Ja. Hè, dus daar 4 kinderen had je natuurlijk wel een dagtaak aan. Ja. En daar had een fietsenfabriek. Later werd hij bedrijfsleider van een framefabriek. Toen werd het echt een fabriek. Ja. En toen ik 18 was, toen zat ik in Israël met een vriendinnetje. Ja, dat heb ik toch wel met een vriendinnetje in Israël gezeten. En toen, dat was dorpshuis De Prins Maurits. Dat was het soort dorpscafé. En daar werd hij met mijn moeder toen ook beheerder van. Dus ze beheerde het dorpscafé, zeg maar. En dat was ook met een danszaal en toneel. En er zaten 80 verenigingen. Van biljartvereniging, toneelvereniging, kaartclub, alles zat erin. Ja. Maar ook BZN kwam en André Hazes en Lee Towers en DJ's kwamen. Dus er was heel veel te doen. Ja. En daar heb ik heel veel in de horeca gewerkt. 10 jaar parttime horeca in nachtclubs en cafés. Ook in Frankrijk heb ik toen gezeten op die camping. Dus veel horeca-ervaring daarop gedaan. Dus mijn vader was, kroegbaas. Ze noemen het dorpshuisbeheerder. Ja. Ja. Dus eerst fietsenmaker, later dorpshuisbeheerder. Zo ben ik opgevoed. En die fietsen, dat is verder helemaal verdwenen? Mijn vader is overleden toen hij 58 was. Ja. En ik heb wel nog als overblijfsel, maar dat zal iedereen hebben, geuren uit je jeugd. Ja. Als ik binnenbanden ruik of olie. Ja. Ja. Weet je wel, bij Piet Vonk bijvoorbeeld kwam ik wel. Ik woonde op de Vlauw, dus de achterkant van Piet Vonk voor de reparatie. Dan liep ik af en toe even die werkplaats in. Jongens, ik moet even ruiken. Heerlijk, heerlijk. Ja. Ja. Maar je had geen behoefte om iets met fietsen te gaan doen? Nee, dat niet. Nee. Heb je wel een fiets nu? Ik heb 2 fietsen. Oh, en dat heb je misschien gezien. Een paar weken terug is mijn fiets in de gracht gewaaid. Oh ja, dat Met behulp van Willem Overgaag. Willem, nog bedankt. Willem was bereidwillig om te helpen. En die, het schijnt dat Delvenaren, wij zijn alle 2 Delftenaren. Maar er wij zijn Delftenaren. Ja, wij zijn hele gewone mensen. Maar Delvenaren hebben, heb ik van Brie van Klaver ook gehoord, hebben allemaal standaard een touw met een haak in huis. Ja. Om de weggewaarde fiets in de gracht weer op te tillen. Dus Willem kwam ook met een kussentje, met plastic. Had alle materialen helemaal goed. Helemaal pakketje was klaar. Ik heb bijna niks hoeven doen. Alleen de laatste meter even helpen, sjorren. Het Delvenaar pakket. Het Delvenaar. Ja. En hij dreigde hem eruit. Ja, heel je zag dat het een ervaren iemand was, dat hij dat meer gedaan had. Ja. Dus, En dus. Doe jij nog dat meditatieachtige dingen, doe je die ook nog? Of doe je alleen nog maar het gidsenwerk op het moment? Nee, ik heb een bedrijf met verschillende activiteiten, dus ik doe gidswerk. En dat doe ik ook in meerdere steden en meerdere talen, dus ik doe het niet alleen in Delft. Nee. En dan ben ik coach natuurlijk, dus ik heb een praktijk. Je doet het ook in coachhuizen heb je dan. Hier op de Oude Delft heb je een coachhuis, dus dan kan je een ruimte huren met een whiteboard en een tafel en stoelen en een zitje en koffie en thee. Dus dan kan je daar je cliënt ontvangen. Ja. En zo ga ik ook naar Amsterdam of naar een andere plek. Ik zit wel door West-Nederland heen, zeg maar. Dan geef ik privélessen Frans. Ik zit niet meer op een middelbare school natuurlijk. Ja. En ik schrijf dan zomercolumns voor de Delftse Post. En ik schrijf boeken. Ja, je schrijft de boeken. Ja, ja. Hoeveel boeken heb je nou geschreven? Nou, het 9e komt uit op 5 april. Zo. Dus mensen, onthouden even. 5 april. En wat wordt de titel? Ontmoetingen in vrijheid. Kijk. Ontmoetingen in vrijheid. In vrijheid. En dat gaat over? Ja, dat gaat... Zal ik als primeur een stukje voorlezen? Want, ja, leuk. Gaan we daarmee eind. Dan zal ik het eerst... Ja? Zijn we alweer zover? Ja, de tijd gaat zo goed. Nou, laat horen. Het gaat ook nog over Delft en het heet de Ondergrondse Rivier. Onder Delft stroomt een ondergrondse rivier die bijna niemand meer kent of ziet en waarvan slechts een enkeling de onzichtbare loop kan volgen. Je kunt alleen, als je echt kijkt, de weerspiegeling ervan zien in de straten, bomen, gebouwen. En in de mensen. Je moet er wel traag en aandachtig kijken en je niet af laten leiden door nuttige zaken. En als je dat dan doet, dan hoor je het zingen van de stenen.
dan zie je dat de takken van de bomen zich reikhalzend uitstrekken naar de wolken om hun water te ontvangen en dat de wortels zich diep in de aarde dringen om haar voedsel te omarmen. Dan voel je de wind, de onzichtbare hand die jouw huid aait en teder koestert, omdat zij jou nodig heeft. En als je door het gras loopt, dan voel je dat de trillende sprietjes verlangen naar de streling van jouw naakte voeten. Op het moment dat je stilstaat in de stad en kijkt, echt kijkt, ontwaar je de verborgen eeuwen die tevoorschijn kruipen uit de oude gescheurde muren en hoor je de stemmen die nooit zijn gestorven tot jou spreken en jou roepen. Als je luistert, echt luistert, dan hoor je de onzichtbare rivier onder de straten stromen. En als je omhoog kijkt, dan zie je dat de vogels niet vliegen om zich te verplaatsen of om voedsel te zoeken. Nee, ze doen niks nuttigs. Vogels vliegen zoals ze zingen, voor het plezier, voor de schoonheid van de beweging, voor de euforie van het moment. Als je dan stil bent, echt verstild bent, en luistert, en kijkt, dan ga je uiteindelijk zien. Dan zie je dat de onzichtbare stroom alles zichtbaar maakt. En zie je dat de ondergrondse rivier alles verlicht wat bovengronds is. En als je dan naar de mensen kijkt, en naar jezelf, en naar alles om je heen, dan zie je dat de wereld toebehoort aan hen die besloten hebben om niets te bezitten. Heel mooi. Dankjewel. Ja. Nou, dat boek gaan we allemaal eerdaags lezen en kopen natuurlijk. Ja, 5 april, waarschijnlijk in het Prinsenkwartier. Oké, prima. Presentatie. Dit mag ik heel erg... Ja, hartstikke leuk. Jij ook bedankt. Mensen, tot de volgende keer. Tot ziens.